Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven ons land en uit die bewolking valt regelmatig regen. En dat gaat een groot deel van de dag zo door. De meeste neerslag verwachten we uiteindelijk in het zuiden en in het oosten van het land en plaatselijk kan meer dan 20 mm vallen. Temperatuur in de ochtend rond 5 graden, met misschien nog een vlak natte sneeuw in de Limburgse heuvels. In de middag wordt het 5 tot 8 graden, waarbij de wind langs de kust gaat aanzwellen tot krachtig, misschien zelfs wel hardwindkracht 6 tot 7. In het binnenland staat veel minder wind en dat blijft ook zo in de avonduren. En ook dan valt er nog geregeld regen. In de loop van de nacht wordt het van het zuiden uit langzaam droger en begint het voorzichtig wat op te klaren. Morgen in eerste instantie nog wat regen en later wordt het droog en breekt de zon steeds beter door. Het wordt 6 tot 8 graden. De wind wordt matig en waait uit het westen tot zuidwesten. Voor de dagen daarna zien we rustig weer typen met een zwakke tot matige oostelijke wind, temperaturen in eerste instantie een graad of 6, later wat oplopend. En daarbij hebben we te maken met veel wolkenvelden. Af en toe schijnt de zon en het blijft meeste tijds droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.